De deelnemers aan het festival van de katholieke jongeren van Suriname, KJS, zijn blij om na bijkans 2 jaren weer bij elkaar te zijn. Dit vertelt Gelda Alvarez Misijan, manager Pastoraal Centrum RK Bisdom, aan onze nieuwsdienst. Het festival is gisteren begonnen en wordt gehouden in het Asewatono-complex. Het thema is Deel in mijn vreugde, ik ben jouw goede herder. Volgens Alvarez Misijan is het festivalprogramma heel variërend. Tijdens de activiteiten worden jongeren voorzien van geestelijke voeding. Echter mogen zij zich ook ontspannen of worden creatief bezig gehouden. Het is een 3-daagse bijeenkomst waarbij we jongeren van het RK Bisdom bij elkaar brengen om zich te verdiepen in het geloof, om het geloof te beleven en samen met andere jongeren vanuit het bisdom het geloof te vieren. Zo, we hebben hier 130 jongeren. Ze zijn heel erg enthousiast in het begin. Natuurlijk zijn ze even een beetje koud. Je moet ze oppeppen om ze enthousiast te maken. Maar ja, ze zijn blij dat ze er zijn. Want je moet zich voorstellen, het is COVID geweest. Hè? En we konden niet bij elkaar komen. En zo, jongeren zijn blij dat ze nu weer bij elkaar kunnen komen. Je ziet je vrienden van de andere parochie. En je kan samen leuk doen. Je kan samen de Heer loven en prijzen. En daarnaast andere leuke dingen doen. Ja, ze zijn blij. Niet omdat het om een christelijke organisatie gaat, zal er de hele dag met een Bijbel gezeten worden, merkt Alvarez Misijan op. Ze stelt dat het loven en prijzen van de Heer deel van het geheel is, maar dat jongeren ook vertier nodig hebben, vooral in de vakantieperiode. Zo, we zien dat het ook voor de jongeren een uitdaging is om weer die stap te maken om te zeggen van ik ga naar de kerk. En dat er ook nog een beetje angst en twijfel bij ze is. Maar ook wanneer ze verder gaan studeren worden ze geconfronteerd met een heleboel dingen waarbij ze beginnen te twijfelen in het geloof van hey, geloof ik wel? En ze stellen een heleboel vragen, zinsgevingsvragen komen naar boven. En we proberen dan met zo'n activiteit eigenlijk bezaaien het woord. Zodat, al is het maar een klein beetje, dat het valt op goede grond, dat ze kunnen denken van. En een van onze teksten bijvoorbeeld is Psalm 23. Dat als je aan beesten, bijna alle jongeren zeggen, als je ze vraagt, wat is je favoriete tekst? Psalm 23. Maar wat houdt het in? Wat betekent het? Zo, we proberen ze zodat ze weten van, wanneer de God zegt, ik ben jouw herder. Wanneer je gaat door een diep donker dal, mijn sok en mijn staf zal daar zijn voor je. Wat betekent het? Alvarez Misijan merkt op dat een ieder wel eens in een diepe dal van duisternis komt. Maar met de juiste begeleiding komt de individu er zeker uit. Dit wordt de jongeren tijdens de workshop ook bijgebracht. Het is volgens de manager belangrijk dat jongeren weten dat zij er voor elkaar moeten zijn. En dat er ook mensen zijn die hen de nodige geestelijke ondersteuning zullen bieden als dat nodig is. Het festival wordt georganiseerd door de kerkgroep Katholieke Jongeren Suriname en eindigt morgen.